En ze zijn onderweg. De start is gevallen. En wat een goede start voor Mike de Haan met Rakker. En ook voor Shania Bleuming. Of Shania Bleuming met haar Renard. De 1 en de 2. Ze krijgen start de nodige meters. Ze maken er ook gebruik van. Maar Stanley, Dayton en Red Memory. Het zijn de eerste achtervolgers. En ze proberen het hard. Kijken we helemaal naar het achterveld. Dan komen we daar Tess Zwarts en Stacey van Brederode tegen. Met een berg werk nog te beklimmen. Een galopade nu voor Renard. En Rakker die is er vandoor met Mike de Haan in de kleuren van zijn vader Patrick. Heeft hier een hele gezonde voorsprong opgebouwd. Kijkt eens even achterom. En ziet dat de concurrentie wel wat dichterbij komt. In de vorm van Dayton met Noah Verburg aan de buitenzijde. Ook Nikita Menger met Red Memory. En Brianna vanuit het achterveld. Jannes meldt zich in de voorste gelederen. En zo komen de deelnemers dan in de laatste rechte lijn. En is het die Rakker met Mike de Haan. Nog altijd met een gezonde voorsprong. Galopade op plek 2. Maar ook weer snel gezet. Brianna probeert vanuit middenveld naar voren te komen. Dat doet ook Red Memory. Die meldt zich voor de voorste plaats. En ook Jannes aan de buitenzijde. Die komt daar met veel machtsvertoon op. Maar in de laatste meter ziet het er heel goed uit voor Mike de Haan met Rakker. Want zijn voorsprong is eigenlijk alleen maar aan het groeien. Heeft hem nog altijd een lengte of 5-6. Maar nu komt de finish ook in het zicht. En Rakker in een oogstrelende draf gaat hier door naar de overwinning. Daarachter op plek 2 de 4. Dayton met Noah Verburg. Nou, die zet er nog wel een laatste jump in. Maar die kan het net niet meer bolwerken. Goed gedaan, Dayton. Mooie tweede plaats. De 1-4, een juichende 6. Brianna met Melanie Leerling. De 7 Jannes eindigt daarachter voor de 5. Red Memory. Geweldig gedaan allemaal. Superkoers. Er is een heel comité om Mike de Haan te feliciteren met zijn overwinning. Start over 10 minuten. En er zijn nog veel meer prijzen, want uiteraard ook nog het schoonste geheel. En we beginnen even met de nummer 3. Dat is geworden Melanie Leerling met haar Brianna. Zij waren als derde het meest prachtige hier in deze tweede serie hier van de mini-trotters op Victoria Park. Dan hebben we nog José Schut en haar Charlie. Die waren tweede voor het schoonste geheel en de winnaar van het schoonste geheel, maar ook de winnaar van de koers. Oftewel de winnaar van deze tweede serie. Mike de Haan met zijn Rakker. Hij weet alle prijzen naar zich toe te slepen. Ferdinand. Even goed nieuws nog even tussendoor. Helemaal voor Mike de Haan. Want een spontane actie hier vanuit de rechterstoel. Namens Good News Stable. Good News Stable komt nu naar beneden. Met een rijk gevulde envelop met inhoud voor Mike de Haan. Waarvan akte? Kijk. Ook nog een rijk gevulde envelop met inhoud. En die komt dus deze kant op. Dat allemaal voor Mike de Haan. De man die alles meepakt. Je krijgt dus een envelop, horen we hier. Maar het ging van geweldig. Ja, ging heel goed, ja. En jouw Rakker, die rent maar door. Ja, geen galopperen. Maar ze kwamen nog wel een beetje dichterbij. Wat dacht je toen zelf? Ik dacht dat ik nog net tweede werd, maar het scheelde niet heel veel. Nee, maar aan de binnenkant heb je natuurlijk altijd een groot voordeel, want dan kan je ze zien aankomen. Maar je hebt overigens de helm op van Dion van Brederode. Waarom is dat? Ja, mijn vader was naar Zweden en die wou mijn tas gebruiken. En toen had hij al mijn spullen eruit gedaan. Maar normaal zit alles er nog in, dus toen waren we dat vergeten. Kijk, nou dat is dan toch maar mooi dat je met de helm van Dion hier weet te winnen. Wellicht kan hij de volgende keer ook op en brengt dat je nog wat extra geluk. En dan mogen de mannen namens de Good News Stable, als ik het goed heb verstaan, mogen de envelop met inhoud gaan overhandigen aan Mike de Haan. Oh, het is geen envelop, maar dit is de winnaar, Mike de Haan met zijn Rakker. En die mag... En die krijgt uiteraard een... Het is niet in een envelopje, maar het is wel gewoon een mooi bedrag. Start over 8 minuten. Uiteraard hartelijk dank, want de mini-trotters zijn de toekomst, dames en heren. En dan mogen de mini-trotters, als al iedereen een rosette heeft, mogen jullie voor gaan rijden, dames en heren. Daar komen ze, de mini-trotters hier op Victoria Park, de tweede serie. Alles gewonnen door Mike de Haan, dames en heren. Geeft u hem en alle andere deelnemers een groot applaus.